Het is hier dat FC CEA gisteren een training heeft van de eerste ploeg. Hulptrainer Erwin heeft zoals altijd net de opwarming gegeven aan de spelers. Wanneer er zich een drama voltrekt. Er was eigenlijk niets aan de hand. Erwin was goedgezind. Deed mee de opwarming van ons eerste elftal. En plots viel hij. En op een onverklaarbare wijze heeft hij ons gisteren verlaten. Bij de spelers en de bestuursleden die erbij zijn, is de ontreddering compleet. Erwin was een bijzonder geliefd man. 2 weken geleden onderging hij nog een volledige medische controle en was er geen vuiltje aan de lucht. Hij was een enorm gezond man, dronk nooit, rookte nooit. Hij was een voorbeeld, had zijn nachtrust elke nacht. Het is de laatste persoon waar we ooit dit zouden van zien aankomen. Dat is onbegrijpelijk. Gisteravond nog komt iedereen van de club hier samen in de kantine in Merksem. Tot diep in de nacht zoeken ze bij elkaar troost. Wat doet dat met een club? Veel. Vele vragen. Op dit moment hebben we elkaar allemaal heel hard nodig. Iedereen voelt zich wat alleen op dit moment. Ik denk ja. Elkaar veel steunen, de spelersgroep goed opvangen en tonen dat we een echte club zijn met een echte band, ook in moeilijke tijden, zoals deze.